Oké, tijd voor de allerleukste aankoop van de video. Ik ben hier heel excited over. Ik sta nu voor de Eemnek, dus laten we binnen gaan om iets met I te gaan halen. Ik heb hier iemand meegenomen. Op date. Yeah. Date? Date? Wat? Hoi, mijn naam is Jamie en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En vandaag is het tijd voor een nieuwe challenge. Namelijk de alles kopen wat begint met mijn letter challenge. Ik heb deze vaak voorbij zien komen in Amerika en het leek me heel erg leuk om te doen. En het werkt als volgt. Mijn naam, Jamie, heeft 5 letters. J-I-A-M-I. Ik ga straks naar de winkel toe en dan ga ik op zoek naar producten die beginnen met een J, een I, de A, de M, I. En die ga ik vandaag kopen. Klinkt heel simpel. Ik ben benieuwd of het moeilijk gaat worden. Ik denk dat het moeilijker is dan het lijkt. Dus ik zou zeggen, laten we gaan en beginnen. Ik loop net naar buiten om te beginnen met de challenge. En ik kom al gelijk langs een heel klein Amerikaans winkeltje. En ik dacht, dit lijkt mij superleuk. Want ik weet niet wat voor Amerikaanse producten ze hebben. Die beginnen met een J. Dus we kunnen gewoon door de winkel gaan en kijken wat ze hebben. Dan wordt het een extra verrassing. Kijk, ze zijn echt allemaal Amerikaanse dingen. Milky Way, Rocky Road, Yorkie, dat is een Y, dat is geen J. Ik ben op zoek naar iets met een J, maar ik zie eigenlijk nog niks. Snickers, wat is dit? Twinkies, oké, dit is Dingdongs. Apple Jacks, daar is de J, maar het begint niet met een J. Wel jammer, hadden ze mijn Pop Tarts die begonnen met een J. Hey, wat is dit? Jolly Rancher Jelly Beans. Dit is iets. Deze Jolly Rancher zat met Jelly Beans of deze Junior Caramels. Ik moet heel eerlijk toegeven dat dit er wel lekkerder uitziet. Dus ik denk dat ik deze ga meenemen. De eerste is gelukt, namelijk deze Junior Caramels. De J. Vervolgens het volgende letter de I. En bij de I moest ik eigenlijk gelijk denken aan Apple. Want je hebt natuurlijk de iPhone, iPad, iMac. Dat is gelijk hetgene wat ik associeer met I. Laten we naar de Apple Store gaan en kijken wat we daar kunnen halen. Let's go! Oké, tijd voor de allerleukste aankoop van de video. Ik ben hier heel excited over. Ik sta nu voor de Eemnek. Dus laten we er binnen gaan om iets met I te gaan halen. Ik was in de winkel en toen zei ze dat ik niet mocht filmen, dus ik moest hem uiten. Maar zoals je kan zien, staat hier achter mij iets. Iets heel groots en iets heel tof. Een iMac. Ik wilde dit eigenlijk al best wel lang hebben. Welcome to the family. Hij is zelfs zo groot dat hij niet op camera past. Ik ben eventjes ook naar huis gegaan omdat ik dacht, ik ga dit even hier droppen. Dan ga ik zo meteen verder shoppen, want ja, het is anders dan loop je dit met zo'n ding. Het gaat wel heftig. Ik ben hier echt heel blij mee. Tijd voor de volgende winkel en ik loop nu naar de Hema toe. Ik dacht, bij de Hema hebben ze gewoon zoveel verschillende soorten spullen. En daar moet iets tussen zitten met de letter A. Dus laten we een kijkje nemen of we daar iets kunnen vinden. Tijd voor de Hema. Zit hier iets tussen met de A? Dit is een waterfles. Nee. Een bakje, dat is de B. Ik zie hier nog niks. Okay, met een A, dan denk ik aan appels. Dat hebben ze hier niet. Arpaaien. Ik sta hier nu bij de make-up. Wat hebben ze hier? Eyeshadow is een E. Lipstick. Ik ken geen make-up met een A. Hier lichaamsverzorging. Dit zijn allemaal etuietjes. Oeh, dit is echt nog best wel moeilijk. Mok A. Waar is die? Dit is alleen wel een M en het is geen A. Het is een soort van cheaten. Aha. We hebben hem. Maar dit mag niet. Want het is een M, helaas. Op de een of andere manier lijkt het echt alsof ik een blackout heb. Ik weet gewoon niet wat er met een A begint. Ontbijtbord, taartbordje, verwendrot. Ook weer allemaal mokken. Ik zie echt niks beginnen met een A. Ik heb het gevonden. Namelijk A5 notitieboek. Of A4 of A4 schrift. Alleen, ja, zoals je kan zien, zijn die er niet meer. Hier is hij ook al leeg. Als de bullet journal gewoon een soort van A4 bullet journal heet. In plaats van bullet journal. Ik vind deze echt super leuk. Deze staat bij de A5 notitieboek. Zou die er nog onder vallen? De vraag is, ga ik dan voor een bullet journal of ga ik voor deze? Die of die? Oh, ik vind het wel moeilijk. Ik ga voor deze. Ik vind deze misschien iets leuker. Oké, de A heb ik. Tijd voor de volgende letter, dat is de M. En ik vond het ook wel leuk om nog steeds in de Hema te doen, want de M. Dan denk ik aan een magazine of een mand. Marsepein. Magnetron. Mascara. Bij de make-up. Gelukkig hebben ze hier superveel make-up. Dit ziet er ook echt super leuk uit. Ik zie hier een prime oil, master prime oil, die begin wel met een M, dus dit kan ik bijvoorbeeld wel meenemen. Zijn er niet nog meer producten met een M? Want ik neem eigenlijk het liefst zoveel mogelijk make-up mee als dat het mag. Nou, je zou zeggen dat bijvoorbeeld de mascara hier met een M begint. Maar ze heet hier Lash in a Tube Mascara. Dus ja, dat is niet echt een M. Even kijken aan de andere kant. Ze hebben hier wel hele leuke make-up tasjes. Dat vind ik misschien wel heel erg leuk. Deze is super leuk, deze make-up bag. Deze. Misschien is dit wel een goede om mee te nemen voor de M. We zijn bijna klaar. We hebben alleen nog maar de laatste letter van mijn naam. Het scheelt dat mijn naam niet heel erg lang is. Als ik een hele lange naam had, moest ik heel veel dingen kopen. En
toevallig wilde ik net naar de Starbucks gaan. En wie me wat langer kent, weet dat mijn favoriete drankje een iced americano is. Met suikervrije vanille en blond espresso. En dat begint natuurlijk met een i. Dus die ga ik nu halen. Ik denk dat ik dit toch wel echt het allerleukste vind. Can I have an iced americano? With blond espresso? Ja, yeah, en sugar-free vanilla. Yes. Thank you. Bye-bye. Het is een beetje jammer dat mijn naam niet met een G of een L begint. Volgens mij hebben ze daar hele goede shoppings gehad. Yay. Ik vond het een beetje treurig om alleen Starbucks te drinken. Dus ik heb hier iemand meegenomen. Op date. Date. Date? Date. Wat? Lekker Starbucks drinken. Hoe is jouw drankje, Jamie? Dat is even je naam vergeten, sorry. Jongens. Is this serious? Yummy? Till my yummy. Back at it again at Starbucks. Ik ben terug en ik heb hier allemaal spulletjes gekocht. Ik besefte me net dat mijn naam maar 5 letters heeft, waardoor ik ja niet super veel dingetjes had. Stel, mijn naam had echt iets van 10 letters, had ik super veel items gekocht. Of 20 letters. Maar het valt nu best wel mee. Als eerste hadden we de J en daar hadden we de Junior Caramels van. Dus ik wilde wel eentje proeven. Dus niet helemaal. Zacht gezegd. Letterlijk een bal karamel met chocolade eromheen. Gelukkig kunnen we die miskoop goed maken met het volgende, namelijk met de letter I. En dat is een iMac. Nou, dit is de iMac die ik heb gehaald. Ik mocht dus niet filmen in de winkel. Ja, ik vind een iMac sowieso super fijn. En dat begon met een I. Dus nou, dat is denk ik echt de grootste aankoop van deze video. Daarna gaan we door naar de A. En daarvoor had ik het A4 bullet journal boekje. Oh, A5. Dit is een A5 trouwens. En ik vind deze zelf wel echt heel erg leuk. Super schattig boekje van de HEMA. De A was nog een best wel moeilijke letter, maar ik vind hem tof. Daarna hebben we de letter M. En voor de M heb ik 2 dingetjes gehaald. Nou, ik dacht eerst iets van make-up, want make-up is met een M. Maar toen ik aankwam bij de make-up afdeling, ja, de mascara heette dan bijvoorbeeld een Lash Lift mascara, waardoor het een L was. Dus ik vond deze Master Prime Oil. En dit is een olie voor op je gezicht, voordat je make-up gaat aanbrengen. Oeh, dit voelt wel lekker. En het ruikt heel lekker. Oeh, dit is wel een goede aankoop. Grappig, want normaal zou ik dit nooit kopen. Nu denk ik van, oh, best wel lekker. En voor de M had ik ook deze. Namelijk dit make-up tasje. En ik vond deze ook heel erg leuk. Super schattig. Daar kwam deze lekker in. En de laatste letter is de I. En daarvoor had ik een iced americano bij de Starbucks. Dat is natuurlijk mijn lievelingsdrankje. Die is inmiddels op. Maar hij was wel heel erg lekker. Ik denk dat ook een van mijn favoriete aankoop was van deze video. Ik hoop dat je de video leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei!